is bloed en bloedstollend spannend in de Eredivisie. En we gaan het daar nu over hebben met algemeen directeur van PSV, Toon Gerbrands. PSV is er klaar voor. Ajax is er klaar voor. Wordt er hier inderdaad een voor- en scheiding gemaakt? Of blijft het gewoon tot de allerlaatste speeldag ijzingwekkend spannend? Cruciale wedstrijd in de competitie van het seizoen 2015-2016. Gespannen blik uiteraard bij Frank de Boer, zoals dat ook zal gelden voor zijn boezemvriend Philippe Cocu, de trainer van de tegenpartij. De kruiddampen trekken op. Eindhoven is er klaar voor. De 60ste editie en een van de belangrijkste van allemaal. Ja, Toon Gerbrands, overal waar hij komt lijkt hij succes te hebben. Eerst als volleybalcoach, daarna als directeur bij AZ. En nu als directeur bij PSV. Want toen hij kwam bij PSV werden ze gelijk landskampioen voor het eerst in 7 jaar. En nu strijden ze weer mee om de titel. En ook nog overwinteren in de Champions League. Toon Gerbrands, geef hem een groot applaus. Ja, we zagen net beelden. Dat was tegen aartsrivaal Ajax. Toen verloor PSV. Toen dacht iedereen, het landskampioen, dat is verkeken. Maar hoe is het nu anders? Ja, nee, dat klopt. Het was een hele cruciale wedstrijd. Als hij gewonnen had, hadden we er redelijk goed voor gestaan. En toen liep achter de feiten aan. En wij kwamen toen net uit die Champions League-cyclus. We hadden net die wedstrijd gehad met die verlenging, 7 pengels enzovoort. Maar gewoon niet goed genoeg, die wedstrijd. Dus verlies. En alleen, ik heb toen wel geroepen, als wij nog 6 keer winnen. En dat riep ik toen al, dan worden wij waarschijnlijk landskampioen. Toen werd ik voor gek verklaard. Maar goed, dat zien we wel. Op dit moment zijn we na dit weekend er redelijk bij. Ja, toch kan je als PSV'er hier een beetje verdrietig zitten of je kan er redelijk tevreden zitten. Maar de afgelopen wedstrijd van Ajax tegen Utrecht was natuurlijk cruciaal in de 86e minuut. De strafschop die Ajax toch op het laatst nog kreeg en daarmee naast Utrecht kwam. Ja. Hoe beleefde jij die? Ja, moet ik zeggen, het is altijd een bepaald moment. Ik had het liever niet gehad, laat ik er duidelijk over zijn. Want dan hebben we nu een punt voorgestaan en alles in 100% in eigen hand gehad. Maar ja, kijk, als je een heel seizoen bekijkt, we hebben eens een keer een strafschop meegekregen, we hebben eens eentje tegengekregen. Er gebeurt altijd wat in zo'n seizoen. Alleen ja, qua momentum was dit wel het momentum van het weekend. Dus iedereen zal erover praten. En we kennen de wissel van Dick Advocaat, we kennen de wissel met schaatsen. Nou, dit zal wel de penalty blijven die altijd aan deze scheidsrechter blijven hangen. En ik hoop ook dat de competitie niet beslist wordt. Worden niet. Dat klopt. Nee, dus ik hoop ook niet dat het beslist wordt dat iedereen later roept dit was door de penalty van Makkely. Dat zou ook, vind ik, flauwekul zijn, want dan heb ik een excuus gevonden. Dat het ligt 100% aan onszelf als ze niet halen. Makkely was de scheidsrechter. Valt hem iets te verwijten? Nee. Dus hij op dat moment, denk ik, heeft die beslissing genomen zoals hij dacht dat hij het gezien heeft. Ja. En ik ben zelf een coach geweest. Hij gaf toe dat hij het niet goed kon zien. Hè? Nee. Dat ik vind het ook nog steeds ongelooflijk, hoor. In de grootste sport die er is, als je nu bij het judo kijkt, hebben we gewoon met video wordt er gekeken. Een scheidsrechter neemt wel een beslissing. Maar dat kan dan uiteindelijk nog steeds door de video kan dat weer teruggedraaid worden. Want ten alle tijde wil je gewoon de juiste winnaar van het veld af hebben. Of van de judomat af. Dat je de grootste sport die er is, dat inderdaad, want je zag waar hij liep. Het was enorm lastig voor hem om dat te zien. En dan moet je in zo'n heksenketel zo'n belangrijke beslissing nemen. En dat dan niet teruggedraaid kan worden door mensen die dat gewoon eens goed kunnen bekijken. En dan in zijn oor kunnen zeggen van, nou, het is geen penalty. Ja. Dat is toch ongelooflijk. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik heb dat ook al jaren geroepen. En de Nederlandse Voetbalbond wil dat ook graag. Dus die zijn ook pleitbezorger ervan. Waarom gebeurt dat dus dan hebben ze me ooit uitgelegd dat boven in de spelregelcommissie bij de FIFA, er zitten mensen 6 uit Engeland van boven de 70. Ja. Nou, dan weet je genoeg. Die hebben geen computer. Die kennen dat hele systeem precies, niet. En die vinden dat nog net vroeger dat moet kunnen. En dat is de charme van de sport en dat is de flauwekul. Nou, als je de belangen ziet in financiën tegenwoordig, dan is dat niet meer te verdedigen. Nee. Laten we het even ergens anders over hebben. Dat heeft ook met voetbal te maken, volgens mij. En ook met jouw leiderschap. Jij hebt als doel gesteld, las ik ergens, dat je per jaar 5 dingen wil leren. Dat klopt toch? Ja. En dat zijn niet zomaar dingen. Je zou denken, als je directeur bent, dat gaat over bestuur of dat gaat over mentaal inzicht, empathie, dat soort dingen. Maar het zijn hele simpele, vreemde dingen eigenlijk, vind ik. Bijvoorbeeld ballonvouwen. Ja. Nou, noem het maar simpel. Maak jij maar eens even een tackle dan. Nou, die ballonvouwen, van mij kan Toon al beter. Dat ballonvouwen, dat lukt nog. Ja. Dus dat gaan we even regelen. Maar het is zo dat, even terug naar het hele verhaal, wat er aan de hand is, is dat je, ik probeer een andere wereld binnen te komen. En ik ben ook in Australië geweest om te kijken naar de sport. Kijk, dit is al het gezichtje, dus zo kan ik wel even door. Maar dat, ik vind wel dat je hebt van die clowns die maken altijd zo'n heel slecht zwaard. En dat is dan het enige wat ze kunnen. Hij doet het gewoon zonder te kijken. Gewoon blind. Ja, dat klopt.
Maar wat was het doel dat je dit wilde leren? Nee, dat is maar één ding. En ik zal de pootjes erbij zetten, hou ik even op voor het geluid. Dus zo komt hij wel aan de tackle. Top! Maar ik doe eens een andere wereld te kijken. Want om even een voorbeeld te geven van de ballonvouwen. Overigens, ik doe ook breinkunde, ik doe ook mentale training. Ik doe ook, ga naar andere sporten kijken. Dus ik doe heel veel meer, hoor. Dus alleen, en er komen nog wel een paar interessante dingen aan, zie ik. Dus dat komt wel goed zo. maar dit haalt dan de pers vaak met dat soort zaken. Maar even een andere wereld te kijken. Dit heb ik bijvoorbeeld gedaan toevallig met zijn vader. Ja. Die was hierbij. Dus ik heb dat zelf betaald. Ik neem dan vier mensen mee naar zo'n cursus. We kwamen in Purmerend terecht. En jouw vader vond helemaal niks. Zal ik je vertellen? Nee, waar ik heel blij om ben. Want anders zit hij thuis de hele dag inderdaad. Henk Kraaienhof, die vond het fantastisch. De atletiekcoach. Maar dan kwam ik ook in de wereld terecht van mensen in de Bijlmer woonden. Die hadden geen geld om kinderfeestjes te doen. En ja, die cursus €50. En dan krijg je een zak ballonnen en een pomp en zo'n lerentje. En die ging dus de hele... Ja, de hele Bijlmer alle kinderfeestjes af, omdat ze gewoon geen geld hadden. En als je die verhalen hoort, dan is voor mij eigenlijk al zoiets al geslaagd. Los van het techniekje wat je kan trainen. Wat leert jou dat dan? Nou, dat er in een hele andere wereld is. Als je bij kalligraferen bent, kom je heel andere mensen tegen. Ik heb boekbinden gedaan. Ik heb glas en lood, het licht hier gedaan. Dus dat heb ik ook zoiets een keer gemaakt. Zoiets heb jij ook gemaakt? Ja, die staat thuis bij mij. En komt dit omdat er wel PSV'ers zijn die een ruitje doorslaan? Nee, hier sla je niet doorheen. Kan ik vertellen. Hier sla je niet doorheen? Nee. Nou, het grappige is, ik heb het hele stadion geprobeerd de ruit in te slaan. En alleen die ruit konden we intikken. En voor de rest geen enkele. Dus het is niet zo'n geweldige ruit, kan ik je vertellen. Maar zo ooit die speler ook alweer die ruit... Arias. Arias, ja. Zou dit ook iets voor hem zijn om te leren? Want jij doet het nu als bestuurder. Maar zou het voor spelers ook goed zijn om af en toe iets anders te doen dan alleen maar het voetbal? Ja. En bijvoorbeeld te beseffen dat een groot salaris niet vanzelfsprekend is? Nee, maar dat beseffen ze ook wel, hoor. Dus er zijn natuurlijk heel veel vooroordelen over die wereld. Als zij gemotiveerd zijn... Dan zou ik het absoluut aanraden. Maar ik ben ook een keer bij ergens geweest waar je een uur lang alles in donker moest doen. Dus moet je voorstellen, vergaderen in donker en een traject bewandelen. Ja, dan weet je niet wat je meemaakt. Als je ziet wat een blinde meemaakt, dan krijg je ook een stok en zo. Dus dat soort dingen heb ik ook allemaal gedaan. Dus er gebeuren wel steeds meer natuurlijk van dat crossover. Maar dan vooral ook met sporten bijvoorbeeld, zoals judo ook steeds vaker richting voetbal toe gaat. Maar ook dit soort dingen. Ja, wat je zegt inderdaad in het donker. Ik heb wel eens gegeten in het donker. Nou, dan ben je een tomaat. Je weet niet eens meer of het een tomaat is wel of niet. En daar schrik je gewoon van. Heb je serieus het gevoel dat je van deze dingen echt een betere leider wordt? Nou ja, ik zorg voor balans in mijn leven. Ja. Dus als je alleen maar onder druk staat in een voetbalclub... dan is het heel goed om af en toe eens even in een andere wereld te gaan... en even te ontspannen. En ik vertelde net van tevoren, dit jaar heb ik al schapendrijven gedaan. Dat is ook een leuke activiteit. Wat heb je daarvan geleerd? Niks. Oh. Was, nee, ik leer er niet altijd van. Het levert wel een verhaal op. En als ik vertel het gewoon eerlijk bij de selectie van PSV. Mijn vrouw die heeft al zoiets, ik vraag al niet meer naar. Want dat zijn allerlei dingen waar ze denken, van, wat begint hij nou allemaal weer aan? Ja. Maar het is het feit dat we het nu weer hebben. Het geeft wat ontspanning in die wereld. En het levert altijd verhaal op. Ik kan me voorstellen dat je van het schapenhoeden ook leert hoe je zo goed bij elkaar houdt. Nou, dat proberen zij qua management nog een beetje uit te leggen. Ja. Maar wat ik fascinerend vond, was de training van die honden. De wereldkampioenschapbedrijven zijn in Noord-Holland dit jaar, heb ik ergens gehoord. We gaan erin. Ja, we gaan erin. Absoluut. Massaal. Ik kan niet wachten. Wanneer is het? Over topsport en de beesten trainen. Ja, twee van die honden kunnen 1000 schapen beheren. Dat is bizar. En als je ziet hoe de wereldkampioenschappen gaan, ja, je ziet die mooie beelden ervan. Dat is fascinerend. Ze moeten parcours afleggen. Dat is een hele kunst. En die man die het leidt, die staat op 800 meter afstand met een fluitje. En moet zorgen dat die schapen dus binnenkomen. Ja. Ja, als je praat over topsport en trainen en dat soort zaken, dat is wel fascinerend, vind ik. Kan je dan ook leren hoe jullie hebben Maher, dat is een dure speler. Die volg jij, of hij volgt jou. Die zat eerst bij AZ, nu bij PSV. Zou je kunnen zeggen, dat is een schaap die een beetje van de kudde afgedreven is. Die zit op de bank. Nee. Nee, het is zo dat. Nee, het is, ja, dat zie je heel simpel verkeerd. En de wetten van de topsport zijn dat de coach het beste opstelt. En als hij niet bij de beste zit, dan zit hij of op de tribune of op de bank. En dan speelt hij dus niet. En dat heeft gewoon te maken met dat andere spelers beter zijn. Ja. En meer is er niet achter te zoeken. Maar jij bent ook iemand die zegt van je moet het beste in iemand bovenhalen. Je moet in iemands talent investeren. Ja. Waarom lukt dat bij hem dan niet? Omdat wij toevallig in een groep 6 middenvelders hebben. En de coach er 3 opstelt. En als hij stelt hebben PSV weg zou gaan, zou het best kunnen zijn dat hij ergens anders slaagt. Hoeveel tijd wordt er in zo'n jongen echt individueel gestoken? Want kijk, natuurlijk, wat jij zegt klopt. Je hebt er 6, dus je stelt de beste op. Ja. Maar misschien is hij wel de beste, alleen presteert hij op dit moment niet goed genoeg. Hoe regelt zo'n jongen dat voor zichzelf? Er wordt heel veel tijd gestoken. Heel veel, bij PSV zeker. We hebben allemaal individueel direct. Want je ziet het wel, dat hij zou in potentie, absoluut, hoort hij gewoon daar te spelen. Ja, maar goed, als je nu kijkt wat er op ons middenveld nu staat... met Guardado, met Prupper en met Van Ginkel...
Ja, dan zegt de coach, die kan ik op dit moment best gebruiken. En dus zit hij in een bijrol op dit moment, ja. Dat wordt heel veel tijd gestoken. Elke dag lopen daar trajecten bij ons, of het nou fysiek is. Hij traint ook extra. Ja. Dus op het moment hij dus, maar ligt het daar aan en is hij fysiek niet in orde? Of, fysiek, top. Dus voetbal, waarschijnlijk top. Is maar mentaal hoe kan het dan dat zo'n jongen, 2012 was het geloof ik, was hij talent van het jaar. Ja. Hoe kan hij dan nu niet spelen? Omdat iemand beter is. Ja. Zou je hem een van deze dingen hier aan tafel aanraden? Dit is buikspreken, dat heb je ook geleerd. Ja. Kan je het één keer doen? Nee, dat doen, nee. Dat doen we hier niet. Nee? Nee, dat doen we niet. Oh, dat maar het grappige je bent naar een slachterij geweest? Ja, ook nog. Ja. Dat is ook heel interessant. Zou je Maher een van deze dingen aanraden? Nee, want ik heb met Maher de afgelopen tijd een paar goede gesprekken gevoerd. En daar gaat het om. Ja. En het grappige is dat als je kijkt vanuit zelfreflectie, dat dit heel goed kan plaatsen. En hij is hard aan het trainen. Hij wil extra wedstrijden spelen, ook in jong PSV. Vraag aan de coach over zijn inzet. Hij zegt, luister, als iemand hard traint, is hij het. Alleen, ja, op dit moment komt hij even niet voor in de plannen. En nogmaals, hij kan ons ook de titel nog opleveren. Ja. Zo moeten wij kijken vanuit topsport. Moet je, soms een schaap van je kudde laten gaan? Dat je zegt van, ja. je hebt nog, zou je dat bij hem als willen? Hij, ja, ik denk dat... zijn contract is tot 2018, denk ja, ik. Ja, dus hij heeft nog hierna 2 jaar te gaan. Maar ik denk zelf dat voor hem een goede situatie zou zijn... En er wordt binnenkort gesprek over gevoerd dat hij misschien elders de volgende stap weer zet. Ja. Dat is ook in topsport. Kan. Ja. Wat heb je in die slachterij geleerd? Dat fascineert me ook. Nou, wat daar interessant was, van die beesten komen binnen. En daar hebben ze geen werktijden. Want pas als alles geslacht is, kunnen ze naar huis. En dat lijkt een simpel principe. Maar er sommige mensen, ja, de ene keer zijn ze een paar uur extra bezig en de andere keer wat minder. Ja. En, het gaat natuurlijk wel om dieren, die heb je doodgemaakt. Dus dan moet je dan ook wat, die kan je niet laten verrotten. Precies, nee, dat klopt. Oh. En ze hebben daar het hele proces, want uiteindelijk kwamen ze zelfs in de slagerij terecht. Hoe dat hele proces loopt. Ook bijvoorbeeld, waarom kiest nu iemand om in een slachthuis te gaan werken? Ja. Dat vond ik ook fascinerend, om met een aantal mensen koffie te drinken. En eens even te vragen hoe ze daar terechtkomen. En zij vinden het meest mooie beroep wat er is. Ze helpen de maatschappij, vonden ze. Aan het eind van de dag zijn ze klaar, ze hebben geen zorgen. En dus de beesten zijn geslacht en gaan naar huis. Er zijn toch niet veel mensen, denk ik, die op hun 12e dat zeggen, dat ze dat willen? Nee, dat zal toch voornamelijk vader op zoon? Of... Ja, en soms zijn ze erin gerold en bleek het voor hun leuk te zijn dat is. Maar zij gaan wel zonder zorgen naar huis. Dus met andere woorden, het is geslacht. Dat is ook wel eens onbelast. Lekker.